Goedemorgen. In deze eerste webinar van vandaag gaat het over minder eiwit voeren aan vleesvee. Kan dit een mogelijke oplossing zijn voor het ammoniakemissieprobleem? En wat zijn de gevolgen ervan voor de dierprestaties? Ik ben Karen Goossens en werk als onderzoeker bij de ILVO Rundveegroep. Wie herinnert zich de pasbrieven nog? In 2014 ontving elke Vlaamse veehouder een zogenaamde pasbrief in de bus. Deze brieven en bijhorende kleurcodes informeerden de veehouders op niet-bindende wijze over de ammoniakemissie op hun bedrijf, de impact ervan op de nabijgelegen natuur en de mogelijke gevolgen voor hun vergunning. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof en is vandaag nog steeds actueel. Ammoniak is een stikstofverbinding met volgende formule. Wanneer het neerslaat, verzuurt en vermest het de bodem, met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit in nabijgelegen natuurgebieden. Ammoniak is grotendeels afkomstig van de landbouw. Het komt vrij uit stallen, mestopslag en bij het uitrijden van mest op het veld. Door emissiearme stalsystemen werd sinds 2003 al een redelijke reductie behaald bij varkens en pluimvee. Bij rundvee is de daling echter beperkt. In 2017 waren varkens- en rundveebedrijven elk verantwoordelijk voor bijna de helft van de ammoniakemissie uit de landbouw. Om ammoniakemissie uit de stal te verminderen, werd de zogenaamde paslijst opgesteld, met per diercategorie een selectie aan erkende ammoniakemissie-reducerende maatregelen. Voor melkvee ligt daarbij de focus op mest- en loopvloermanagement, met bijvoorbeeld emissiearme vloersystemen, mestrobots en mestschuiven. Voor vleesvee zijn er veel minder opties en is weidegang de enige erkende pasmaatregel. In 2016 werd bij ILVO gestart met onderzoek naar extra pasmaatregelen voor vleesvee. Maatregelen in verband met reiniging en strooiselmanagement in de stal bleken niet zo beloftevol. Daarom werd vervolgens gekeken naar het effect van voedermaatregelen. Laag eiwitvoeding is een brongerichte maatregel die al voor pluimvee en varkens opgenomen werd op de paslijst. Bij herkauwers is de eiwitvertering echter complexer. Toch is er ook bij rundvee een duidelijke link tussen het voedereiwit, de stikstofexcretie via urine en de ammoniakemissie uit de stal. In de ILVO-PAS-emissiestallen werden dierproeven opgezet om de invloed van de hoeveelheid voedereiwit op de ammoniakemissie uit de stal te onderzoeken. De dierproeven werden opgezet met 28 Belgisch witblauwe vaarzen met een leeftijd van 15 tot 24 maand. Deze vaarzen werden ingedeeld in 4 vergelijkbare groepen van 7 dieren. 2 groepen kregen een laag eiwitrantsoen met ongeveer 12% ruw eiwit gevoederd. En 2 groepen kregen een hoog ruw eiwitrantsoen met ruim 14% ruw eiwit gevoederd. De rantsoenen waren zo geformuleerd dat ze naar energie of feminood gelijkwaardig waren. Het ruw eiwitgehalte verschilde, maar daarbij werd het DVE-gehalte constant gehouden en vooral geformuleerd naar verschillende hoeveelheden onbestendig eiwit. In deze dierproef werden de voeder- en nutriëntenopname opgevolgd, de emissies uit de stal werden gemeten en er werd een stikstofbalans uitgevoerd waarbij totale collectie van mest en urine gebeurde. Als we kijken naar de resultaten van de voederopname, dan zien we dat de droge stofopname niet verschillend was bij beide rantsoenen. De ruw eiwitopname en de OEB-gehaltes waren uiteraard wel significant verschillend, wat een gevolg was van onze proefopzet. Bij deze verschillen in ruw eiwit of stikstofopname werden zeer grote verschillen in ammoniakconcentraties gemeten. Dieren namen 15% minder stikstof op, maar het verschil in gemeten ammoniakconcentraties bedroeg 35%. Naast emissiemetingen werd ook een stikstofbalans uitgevoerd, waarbij urine en feces gecollecteerd en geanalyseerd werden. Het urinair stikstof en voornamelijk het urinair ureumgehalte was significant hoger in urine van de hoog eiwitgroep. Het fecaal stikstofgehalte was dan weer lichtjes lager in de hoog eiwitgroep. De totale stikstofexcretie per dag was significant hoger in de hoog eiwitgroep. Het verschil bedroeg zo'n 22 gram, of ook ongeveer 15%, wat wil zeggen dat bijna de volledige hoeveelheid extra stikstof die de hoog eiwitgroep opgenomen had, onbenut uitgescheiden werd.
De voederproeven in de ILVO-pastal hebben een sterk verband aangetoond tussen het eiwitgehalte in het voeder en de ammoniakemissie uit de stal. Ook het urinair ureumgehalte en de totale stikstofexcretie namen toe met het toenemend ruw eiwitgehalte in het voeder. Hiermee toonden we aan dat laag eiwitvoeding een effectieve pasmaatregel kan zijn voor vleesvee. Wat in deze proeven nog niet onderzocht werd, zijn de effecten van laag eiwitvoeding op de dierprestaties en diergezondheid op lange termijn. Ook hoe deze pasmaatregel in de praktijk geborgd kan worden, wat een voorwaarde is voor de opname ervan in de paslijst, is momenteel nog niet duidelijk. In het tweede deel van deze webinar zal ik het hebben over de effecten van laag eiwitvoeding op de dierprestaties. Eerst hebben we op ILVO een kleinschalige dierproef uitgevoerd met 16 Belgisch witblauwe vaarzen, waarbij we 8 dieren met het laag eiwitrantsoen van 12% en 8 dieren met het hoog eiwitrantsoen van 14% gevoederd hebben. En dit vanaf een leeftijd van 9 maand tot een leeftijd van 18 maand. In de eerste 3 maand zagen we nog een lagere groei bij dieren op het laag eiwitrantsoen. Het verschil bedroeg zo'n 100 gram per dag en was significant. In de tweede periode, van 12 tot 15 maand, was er nog een klein numeriek verschil, maar vanaf 15 maand presteerden de dieren op het laag eiwitrantsoen zelfs beter dan die op het hoog eiwitrantsoen. En over de volledige periode, van 9 maand, was er geen significant verschil tussen beide groepen. Als conclusie kunnen we stellen dat we best opletten met het te sterk reduceren van het eiwitgehalte in het rantsoen van vaarzen onder een jaar, maar dat een reductie naar 12%, met inachtname van de DVE-normen, zeker mogelijk is voor vaarzen ouder dan 1 jaar. Vervolgens hebben we in samenwerking met Boerenbond en Dumoulin Arvesta een grote proef met stieren opgezet in de Dumoulin-proefstallen te Brahi. In deze proef werden 112 Belgisch witblauwe stieren ingedeeld in 16 groepen van 7 dieren. En deze 16 groepen werden verdeeld over 4 behandelingen. Er werd gewerkt met 4 verschillende proefrantsoenen, die alle 4 bestonden uit een almashvoeder en maïskuil, maar varieerden in hun ruweiwitgehalte tussen de 14 en de 18% ruweiwit. Er waren 2 types 14% rantsoenen, waarbij in het R4-rantsoen, hier in groen weergegeven, geen sojaschroot gebruikt werd, maar wel bestendig ureum en lokale eiwitbronnen. In deze dierproef werd de voederopname per hok geregistreerd. De stieren werden maandelijks gewogen met een bascule aanwezig in de stal. Bij slacht werden de slachtgegevens opgevraagd en uiteindelijk werd ook berekend wat het economisch plaatje was. De voederopname was de eerste maanden vrij gelijk tussen de 4 rantsoenen. Maar naarmate de dieren zwaarder werden, lag de droge stofopname hoger van de rantsoenen met het hoogste eiwitgehalte. Het is wel bekend dat eiwit de voederopname kan stimuleren. De eiwitopname lag het hoogst bij de dieren op rantsoen 3 met 18% ruweiwit, gevolgd door rantsoen 2 met 16% ruweiwit. Dit is uiteraard een gevolg van de verschillen in eiwitgehalte van de rantsoenen, maar werd nog versterkt door de hogere droge stofopname in het tweede deel van de proef. Er was geen verschil tussen de 2 14% ruweiwitrantsoenen, hier in blauw en groen weergegeven. En wat hebben de dieren nu gepresteerd met dit voeder? Alle behandelgroepen zijn gestart op eenzelfde gemiddeld gewicht op een leeftijd van 9 maanden. Na een 3 à 4 maand in proef zagen we een lichte voorsprong voor de dieren op het 18% ruweiwitrantsoen. En deze voorsprong bleef behouden tot het eind van de proef, maar werd niet echt groter. Er was geen verschil tussen het 16% ruweiwit en de 2 14% ruweiwitrantsoenen. De knik in de curve die we zien bij 19 à 20 maand is te verklaren doordat na 18 maand telkens het hok met de zwaarste dieren per behandeling geslacht werd. De data in maand 19 en 20 slaan dus op minder dieren. Laat ons dan eens in meer detail kijken naar de groeicijfers. We hebben de proefperiode opgedeeld in blokken van 3 maanden en gekeken naar de gemiddelde groei over deze 3 maanden. Hierbij zagen we dat in de periode tussen de leeftijd van 9 en 12 maanden de stieren op het R3-rantsoen met het meeste eiwit
beter presteerde. Hier zagen we toch zo'n 200 gram groei per dag meer. Tussen de drie andere behandelingen zagen we nauwelijks verschil. Naarmate de proef vorderde en de dieren ouder werden, werden de verschillen tussen de vier behandelingen kleiner. Over de volledige periode tussen 19 en 18 maand, te zien in de tabel onder, groeiden de dieren op het 18% ruw eiwitrantsoen gemiddeld 100 gram per dag meer, waardoor ze op 18 maand gemiddeld zo'n 30 kilogram zwaarder waren dan de stieren in de drie andere groepen. Tussen het 16% ruw eiwit en de twee 14% ruw eiwitgroepen was er geen verschil. In de laatste weken tot slacht viel de groei van de dieren op de hoog eiwitrantsoenen terug en maakten de dieren op 14% ruw eiwitrantsoen een inhaalbeweging, waardoor het verschil tussen de vier behandelingen op het moment van slacht kleiner was. Bij slacht was er dus nog zo'n 20 kilogram verschil in levend gewicht en amper verschil tussen de koude karkasgewichten en de gemiddelde karkasgroei. Het karkasrendement was zelfs het laagst voor het hogere eiwitrantsoen. Op het vlak van conformatie of vetbedekking waren er geen verschillen. De karkaswaarde was het hoogst voor de dieren op het 18% ruw eiwitrantsoen door de extra kilo's. Maar door de hogere droge stofopname en het iets duurdere almashvoeder lag ook de voederkost hoger voor die groep, waardoor deze groep netto niet het best presteerde. De dieren op het R4-rantsoen met lokale eiwitbronnen hadden de laagste voederkost en gaven netto het beste resultaat. Ook op het vlak van stikstofefficiëntie presteerden de twee 14% eiwitrantsoenen het best. Als conclusie kunnen we stellen dat laag eiwitvoeding niet alleen effectief is in het reduceren van de ammoniakemissie en stikstofexcretie, maar ook dat, wanneer het doordacht uitgevoerd wordt, er geen negatieve gevolgen zijn voor de dierprestaties. Met doordacht uitgevoerd bedoel ik toch nog voldoende eiwit verstrekken aan jonge dieren onder het jaar en aandacht hebben voor de DVE-normen. Ook economisch gezien kan laag eiwitvoeding winstgevend zijn. Een laatste knelpunt waar we nog voor staan is het vinden van een manier om laag eiwitvoeding te borgen, zodat het hopelijk aanvaard kan worden voor de paslijst. Bedankt om te luisteren. Bij vragen kunnen jullie mij ook altijd contacteren op onderstaand e-mailadres.